Een goedemorgen, lieve vrienden, daar zijn we dan weer. Ja, het is even zien, jeetje, ik weet het zo uit mijn hoofd niet. Het is de 12e september. Het is 11 minuten over 11. We mogen de wens doen, 4 gelijke cijfers. Ja. Mijn mannelijke begeleider is al geweest. Normaal komt hij rond 11 uur. Had hij er nu moeten zijn. Maar hij was veel eerder. Maar hij is ook nog even geweest. Hij heeft wel even wat voor me gedaan. En de volgende keer zal hij even het huisnummer op de container zetten. Want ik ben iedere keer mijn container kwijt. Ik had een container met een nummer. En die is weer door een ander gestolen. Ja, ik weet het niet hoor. Want die is zomaar in één van de aardbodem weg. Ik vind hem ook niet terug. Dus dat heeft weer iemand anders gedaan. Niet uit deze kant. Dus ja, ik heb weer ook een rotnacht gehad. Niet door mijzelf, maar door die meneer. Die begon weer. En ik was vanochtend kreeg ik ook al heel vroeg appjes binnen. Dan denk ik ook van hallo, er liggen mensen te slapen die hun mobiel ook als alarm gebruiken van je moet eruit of je moet je medicijnen in of wat dan ook. Dus mijn mobiel aanhouden en bij me houden. Weten de mensen. En dan toch appen. Hallo. Tot het later op de dag. Ja, jullie weten dat ik 's nachts werk. Dat ik 's nachts voor een ander dingen doe. Zoals op Facebook, etc. En dat ik 's morgens zoals het mogelijk is kan uitslapen. En dat pas tegen de middag, begin middag uit mijn bedje kom. Ja, ik heb met niemand rekening te houden. Wil er een naar buiten, gooi ik ze naar buiten. En ja, ik duik er net zo gemakkelijk er weer in en ik val weer in slaap. Ja, zolang ik tenminste moe ben. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Ik vergeet me helemaal koffie water erin te doen. Zo, ik praat te veel en doe te weinig. Nee hoor, ik doe genoeg. Ik krijg ook zo de mythe van mijn huishoudelijke zorg, van blijf daar af, doe dat niet, doe ik wel, ja, maar het moet toch gedaan worden, ja, het moet zeker gedaan worden, maar niet door jou wordt het dan gezegd, hou eens op. Nou, als ik te veel haar op de grond heb, dan pak ik mijn rubberen bezem of mijn wisser en ik haal het weg, of ik pak desnoods ook de stofzuiger hoor. Ja, zwaar of niet zwaar, het moet gedaan worden. Ja, ik ben allergisch aan stofmeid, dus als ik zie van en ik begin de kriebels te krijgen, nou dan pak ik echt wel wat aan hoor. Maar ja, het lichaam wil niet, dus ja. Maar ik doe toch, dan een beetje per beetje. Maar oké, ik krijg om 12 uur weer visite. Van een geweeste begeleidster die ik eerst heb gehad, maar die komt dan gewoon leuk, gezellig en verlangt. Altijd leuk. Ja, dat mag de baas niet weten. Nee. Daarom zeg ik ook niet van wie, van welke instantie nu. Gaat niemand het aan, geen namen. Nee. Dus ja, en kijk eens, daar zit zij weer. Ja, nou. Doet. Nou, ze is er niet zo voor in. Maar oké, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Het is hier in ieder geval triest en hopeloos. Het is niet koud. Het miezert van die fijne, vieze motregen. Nou, daar word je juist nat van. Ik hoop dat het vanmiddag een beetje droger is. Dan kan ik nog eventjes weg. Want om maar opgesloten te zitten in je huis, omdat je er niet uit kan, dan kan ik nog genoeg doen voor de winter. Ja, want wanneer het glad is, durf ik niet. Ben ik angstig. En vrijdag, ja, dan komt Astrid hier. Maar dan moet ik wel weer even weg. Moet ik weer naar ome dokter toe om een injectie in mijn knie te halen. Ja, die is versleten. Nee, ik hoef nog niet een nieuwe knie. Zover ben ik nog niet. Dus om de zoveel jaren, in 2015, heb ik er een injectie in gehad. Nou, het is nou 18, dus
heeft hij 16, 3 jaar later weer een prik. Dus het valt wel mee. Maar oké, ik zou zeggen, geniet ze. Het is weer donker. Ah, nou, overnieuw, geniet ze. Ja, lieve vrienden, wat vandaag zou komen, dat is allemaal al geweest. Ik ben met de vlog van gisteren bezig om die in de videopad te... Ja, normaal weet ik het woord, ik ben het even kwijt. Aan het renderen. Dan kan die naar YouTube toe. En ik wil nog eventjes weg. Ik moet nog naar de FOMA eventjes daar wat boodschapjes doen. En... ik moet even voor mijn Pokémon Go even weg. Ja, moet ik ook doen. Ik moet ballen halen. Ik moet items halen voor om het beter te maken na een gevecht. Dus ja, en ik moet nog opdrachten halen en ik moet opdrachten uitvoeren. Dus daar ben ik ook nog even zoek mee. De keuken is schoon tot zover. Dus ja, ik hoop dat morgen Rebecca kan komen, want ik moet vandaag. Moest ze naar het ziekenhuis voor het een en het ander, dus ik hoop dat ze morgen komen, zo niet. Dan komt er niemand. Nee, moet ik het zelf doen, wat ik kan. En ja, anders blijft het leggen. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik neem de GoPro wel even mee. Ja, ik hoop, en als ik thuis kom, dan probeer ik dus Koekmobiel mee naar binnen te nemen, oftewel de booster zoals wij het hier noemen. Want ik heb een idee van Karin gekregen. Met mijn föhn, ik heb een haarföhn, daar die lijmresten mee van mijn scherm proberen af te krijgen door de warmte. Omdat afgelopen zomer, of tenminste met de zomer nu, dat het zo heet was, is er ook het een en ander door de hitte eraf gegaan. Dus wie weet, beeld helemaal puin. Ja, niet geschoten is altijd mis, toch? Maar oké, Gwentje Woefwaf die legt zo schoon op de bank. Kleine prinses ligt daar. En waar de rest is, Joost mag het weten. Ik denk van buiten. Maar dat moeten ze zelf weten. Het is ook niet koud. Nee, het is zacht weer en het is af en toe miserig. Nee, daar kan ik ook niks aan doen. Nee. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. En geniet van de rit. Ja, neem jullie mee. Gezellig.